Het was weer ouderwets rumoerig op het schoolplein van de Klaverweide vanochtend. Want alle kinderen waren er weer. Dus ook alle vriendjes en vriendinnetjes. Fenna, Leanne, Lila. En je gaat de meester weer wat meer zien en je gaat de juf weer wat meer zien. Toch? Ja. En die meesters en juffen keken daar ook naar uit. Zeker, we konden niet wachten. Want de school zonder kinderen en met zo weinig kinderen is geen school. Dus we kunnen echt niet wachten om ze weer te ontmoeten. En alle kinderen weer compleet in de klasse te hebben. Want zo hoort het. Kus. Veel plezier. Doei. Net als voorgaande weken gelden er in de school nog steeds strenge hygiënemaatregelen. Dus veel handen wassen en ontsmetten. En 1,5 meter afstand houden van juf of meester. Bij de kleinste is dat best lastig. Ja, dat klopt zeker. Bij de allerjongste kinderen is dat een ander verhaal. Dan is dat echt heel moeizaam. Ook daar proberen we het. Maar dat gaat echt niet altijd lukken. Maar ze weten het wel. Ze weten ook dat ze niet te fysiek moeten zijn. Maar of het echt allemaal lukt, nee, dat gaat niet gebeuren. Oké, vertel eens, hoe is het voor jou geweest de afgelopen tijd? Deze hele periode. Orla. Saai. Je hebt me gemist, hè? Maar wie heeft het ook ervaren als juist een hele fijne tijd? Want dat kan natuurlijk ook. Ik heb wel nog heel veel leuke dingen met mijn moeder gedaan. Maar dan wel gewoon in huis bijvoorbeeld spelletjes spelen en zo. Juf Monique praatte uitgebreid met de kinderen. Volgens directeur Dagloners is dat ook erg belangrijk. Belangrijker op dit moment dan rekenen en taal. Zeker, we gaan eerst met elkaar wennen en er gewoon weer zijn. Kijken hoe het met iedereen gaat. Voelt iedereen zich goed? Wat hebben we meegemaakt de afgelopen periode? En ja, gewerkt wordt er ook. Maar vandaag staat echt centraal dat we het fijn hebben met elkaar. Dat we compleet zijn. En daarna gaan we eens kijken wat gaan we met elkaar doen.